zak vol koekjes, speelgoed en prentenboekjes. Wie brengt een zak vol lekkers mee? Sint-Nicolaas, hoezee!
Christmas. Dankjewel jongens. Hartelijk welkom Sinterklaas. Goedemiddag hier in Overdinkel. Hartstikke fijn dat u er bent. Ik ga even de microfoon voor u pakken. En misschien dat onze burgemeester ook nog even een woordje wil doen. Geef ik hem even de microfoon, krijgt u zo meteen. Ja, Sinterklaas, wat een kinderen dit jaar weer, hè? Vorig jaar regende het nog, maar dit jaar hebben we gezegd, we doen er alles aan dat het droog blijft, zodat nog meer kinderen hiervan kunnen genieten. En wat een ontvangst hier in Overdinkel. Ik zie een hoop pieten, maar ik zie vooral heel veel kinderen. En die willen eigenlijk maar één stem horen. Niet die van mij, maar die van u. Welkom Sinterklaas, ik geef u de microfoon. Dank u wel, burgemeester, voor deze woorden. Ik ben ook zelf zeer verrast door het grote aantal kinderen en de vaders en moeders natuurlijk die meegaan om mij hier te ontvangen. Ook toen we binnenkwamen in dit prachtige dorp, de straten stonden vol en allemaal zwaaien en zingen. Nou, dat doet mij heel goed, heel goed. En vooral wat ik fijn vind, dat er geen mensen zijn die een hekel aan Zwarte Piet hebben. Die zijn hier niet. Dus gelukkig hebben we dat gehad, want gisteren voor de televisie, nou, daar ben ik toch wel even geschrokken. Vooral toen in Rotterdam, dat die mensen daar zo raar doen. Maar gelukkig is het allemaal voorbij en hebben we hier een prachtige intocht. Ik kan nog wel zeggen, misschien is het goed dat de muziek eventjes een Sinterklaasliedje speelt. Dan kunnen jullie zingen, want ik heb jullie nog niet echt horen zingen. Alleen toen ik hier aankwam, toen hoorde ik wat, maar voor de rest, muziek, lukt dat? Oh. Heel mooi. Dankjewel Sinterklaas hier voor deze intocht. Wij zien u zometeen natuurlijk heel graag terug bij de hervormde vereniging. Daar zult u natuurlijk nog even een aantal kinderen de handjes schudden. Wij gaan afsluiten denk ik onder leiding van Concordia. Volgens mij staan ze er klaar voor. Ja.